Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik alles laten zien wat we voor onze puppy gekocht hebben. Het voordeel die wij hadden bij het aanschaffen van al deze spullen was dat we de tijd hadden. We wisten dat de pup zou komen 6 weken geleden. Hij was 2 weken oud toen we besloten dat we die pup gingen nemen, of in ieder geval een pup uit dat nest. Dus we konden al 6 weken lang op het gemakje spullen verzamelen en bij elkaar zoeken. Daardoor konden we ook gebruik maken van aanbiedingen en van Wish. Want dat duurt natuurlijk best wel lang voordat dat er is. Allereerst wil ik beginnen met iets wat ik niet kan laten zien. Dat is namelijk de bench. De bench hebben we geleend. Ik geloof dat die 80 bij 65 of zo is. Het kussen erin is gewoon van de Action voor, ik geloof, 5 euro of zo. Dit is niet de bench waarin hij gaat slapen als hij echt volwassen is. Want daarvoor is hij dan echt te groot. Maar zolang hij nog een puppy is en nog in de groei is, kunnen we deze bench prima gebruiken. En als hij weer uitgegroeid is, kunnen we altijd nog een grote bench kopen. Naast een bench willen we ook dat de hond gebruik gaat maken van een hondenbed. En deze komt van de Wish, omdat wij natuurlijk wisten dat de hond eraan kwam, konden we op ons gemakje rondkijken voor aanbiedingen en ook bestellingen doen bij Wish, omdat het dan toch al gauw 1 weekje of 4 duurt wat het er is. Dit is de, ik geloof, de Large Dog Bed in de kleur koffie. Hij komt echt super vaak in het pak, super plat en misvormd uit je postpakketje. En deze is er nu nog maar 2 dagen uit, dus het gaat al best wel de goede kant op. We hebben ook de extra large in de koffiekleur, omdat het beest gaat groeien en omdat ik niet wist hoe groot extra large precies zou zijn en of het true the size zou zijn, dacht ik. Het beest gaat er waarschijnlijk toch op knagen, gaat er misschien op plassen, noem het maar op. Een simpel goedkoop bed, want de meeste bedden die wij hier hebben gezien voor honden, die wij mooi vonden bij ons interieur, die waren al gauw 150 euro. Ja, en als dan een pup is, dan wil je er eentje die in ieder geval een beetje klein is, waar die zich comfortabel in voelt en geborgen in voelt. Maar tegelijkertijd wil je niet een bed gaan kopen wat ontzettend duur is, waar die misschien op gaat plassen of kapot gaat bijten of waar hem uit gaat groeien. Dus Wish voor de win. Bij de Wish heb ik ook puppy blankets besteld. Deze zijn gewoon fijn voor hem om in zijn bench te hebben of op zijn hondenbed. Voor in de auto, noem maar op. Ze zijn super polyester, 100% denk ik. Het voelt voor mij niet fijn, maar ze zijn wel lekker warm. En ik denk als je er tegenaan hebt dat het prima te doen is. Dan misschien een rare, en heb ik die niet per se gekocht, maar een bedkruik. Deze heb ik gewoon uit de vuilnisdoos gehaald van Brook nog. Ik las ergens een tip dat honden die gewend zijn om natuurlijk in een nestje te slapen, de eerste paar nachten moeite kunnen hebben omdat ze zich zo alleen voelen en dat ze het ergens tegenaan willen kruipen wat warm voelt. Dus de tip erbij stond dat je een kruik kon gebruiken met wat oude sokken en dat je die dan in de bench kan leggen of op zijn hondenbed. En dat ze daar tegenaan kan kruipen. Dus we gaan het proberen de eerste paar nachten kijken of dat werkt. De volgende aankoop is een voerbak. Dit is een staande voer- en drinkbak. En ik heb gelijk de grootste maat genomen. Dit is 25 centimeter zijn deze bakken. En we hebben gekozen voor de staande, omdat honden die wat groter worden beter staand kunnen eten. En omdat ze dan niet hun hele voerbak door je woonkamer kunnen slepen. Dus ik hoop dat dit goed gaat. Ik koop liever niet de grote voerbak als het te klein, omdat ik dan denk dat ik over een jaar weer nieuwe gaan kopen. Dus daar zit ik niet op te wachten. Deze is van Beasties. Die kwam het beste uit de test bij bol.com. Al van de reviews die ik had gelezen. En die was toevallig in de aanbieding bij de lokale dierenwinkel. Dus dat scheelde zomaar 5 euro. Het is niet veel, maar het is iets. Dan hebben we een heleboel Action halsbandjes en tuigjes en dat soort dingen. Ik heb namelijk 2 soorten tuigjes gekocht. Overkill. En namelijk de M en de S. De S, ja, ik heb het kaartje aangelaten omdat hij tot 9 kilo gaat. En Rottweiler puppies zijn van tussen de 8 en de 9 weken tussen de 7 en de 10 kilo. Ja, wij krijgen natuurlijk als hij 8,5 weken is, bijna 9 weken is. Het is een reus, dus hij zal waarschijnlijk aan de zware kant zijn. Dus of hij nog in de 9 kilo gaat passen, dat weet ik niet. Maar ik wou hem niet gelijk in een hele grote van. Ik stel voor dat hij wat aan de kleinere kant is, dan vind ik het ook weer zielig. En dit kostte echt, ik geloof, 2,49, zoiets. Dus nou ja, een harnasje. En die heb ik dus ook in de maat M. En ik geloof dat deze tot 18 kilo gaat. Dus deze is echt wel gelijk een stuk groter. Ik hou hem verkeerd om. Dus ja. En daar hoorde ook een halsband bij. Tenminste, die lag er vlakbij. Samen met een riempje. Nou is het riempje vrij kort. Deze is maar 1,20. Kijk, want hier begint al het loepje. En hier is het, kijk, het is maar heel kort. Ik kan het niet eens in de camera krijgen, zo kort. Maar goed, ik weet niet of ik die gelijk ga gebruiken. Maar het is in ieder geval een begin. Kijk, puppy's zijn niet zo heel sterk. En nou ja, ik dacht, kost geen rol. Kijken wat we fijn vinden.
Dus dat setje heb ik ook. Het is allemaal zwart met reflecterende stiksel. We wonen buitenaf, dus het reflecterende stiksel vind ik dan wel een fijn idee. En zwart vind ik wel lekker neutraal. Al die schreeuwerige roze dingen. Het wordt een jongetje, dus ik wil ook niet alles blauw hebben. Vind ik niet leuk. Dus meestal is het zwart. En toen las ik nog een tip. Dus nog meer halsbandjes en riempjes. Tenminste, het is alleen maar het riempje. De tip die ik las voor puppy's is dat je ze zo lang mogelijk, zo dicht mogelijk bij je moet houden. En dat je hun omgeving zo klein mogelijk moet houden. Om te voorkomen dat ze dingen gaan doen terwijl jij het niet ziet. Nou wordt er ook aangeraden om bijvoorbeeld kamers af te sluiten of traphekjes te gebruiken. Dan heb ik daarna gekeken. Ik kan het gewoon niet op mijn hart verkrijgen om €40 neer te leggen voor een traphekje. Die ik kan klemmen in alle deurgaten en trappen en dat soort dingen. En wat we ook geen gaten willen boren. Maar toen raden sommige deze aan, sommige forums en dingetjes. Dit is een, om te hardlopen. Ik ben nog niet van plan om te hard te gaan lopen, niet van hond. Ten eerste haat ik hardlopen. En ten tweede ga ik denk ik niet zo snel als de hond. Maar deze kan je om je middel doen. En dan kan je deze aan de hond doen. Kijk. En ik dacht dat is handig als hij nog een puppy is. Want dan kan hij niet zo heel erg ver bij mij vandaan. En dus kan hij ook niet zo snel in de problemen raken. Hij zal niet zomaar iets kunnen kapotbijten. Want ik merk dus dat hij van me wegloopt dat hij iets gaat doen wat niet mag. En je merkt ook waarschijnlijk sneller als hij gaat lopen snuffelen. Als hij rondjes gaat draaien. Als hij in de wc moet. Dat je hem snel mee naar buiten kan nemen. Dus ik denk 2,49 of misschien €3 bij de Action. Baat het niet, dan schaadt het niet. Zal wel loslopen. Verder heb ik ook nog deze riem. En deze is 5 meter. Deze heb ik wel bij een dierenwinkel gekocht. Eigenlijk bij de Groenrijk. Bij het Dierenrijk stukje. Deze is 5 meter. En mij leek het handig om hem in ieder geval in onze grote onomheinde tuin los te kunnen laten. Loslaten in de vorm van, je kan hem ergens aan vastmaken. En dan heeft hij dan een beetje vrijheid. Het schijnt voor training en dat soort dingen ook heel handig te zijn. Dus ik denk niet dat ik hem ga gebruiken om uit te laten. Daarvoor lijkt het me toch echt te veel. Maar die hebben we dus ook. Een ander riempje dat ik heb aangeschaft bij de Wish. Ik geloof dat deze ook echt voor verzendkosten alleen verstuurd werd. Ik geloof 2 of 3 euro verzendkosten. Is een autogordel riempje. Het is echt super simpel. Deze kan je achterin je autogordel klikken. Deze klik je aan het halsbandje van een tuigje. En je hond zit vast aan de auto en kan dus niet per ongeluk naar voren springen of op je schuur, op je stuur of bij je versnellingspook of bij je gaspedaal in de buurt komen, want hij zit gewoon achterin en hij zit vast. Of ik het echt ga gebruiken, ik denk het wel, aangezien wij niet echt een bench hebben voor in de auto, maar wel meer puppycursus en dat soort dingen gaan. Dus ik denk dat hij op deze manier dan gewoon toch veilig mee kan. Dan hebben we deze nog, dat is popzakjes die je aan je broek of aan de halsband of aan de riem kan hangen om de poep op te ruimen. Ik heb er maar één en ik heb nog niet echt heel veel zakjes en nu ik erover nadenk, heb ik die misschien wel nodig. Dan lijkt het denk ik gewoon buitenaf in hoeverre ik het echt op. Ja, natuurlijk ruim niet op. Maar ja, misschien nog meer popzakjes nodig dus. Dan hebben we een zakje om de trainingsnoepjes in te doen. We gaan natuurlijk op puppycursus en we gaan hier met hem trainen. En we zijn helemaal van de passive reinforcement. Dus wij willen dat hij beloond gaat worden als hij goed gedrag vertoont. Dit is een kleintje, lijkt me ook prima. Dus ik geloof dat hij €1 was bij de dierenspecial. Dat ging niet bij de kassa. Dus voilà. Dan hebben we Kongs gekocht. Dus echt ja, bijtspeelgoed / eetspeelgoed. Deze kan je vullen met voer of met snackjes of dingetjes. En de bedoeling is dus dat je dat dan uit gaat kneden en knijpen. Ik heb echt super leuke receptjes ervoor gezien. Ik heb er 2, want mijn intentie is, dat ik die ga vullen en dat ik ze ga vriezen. En dat hij ze krijgt in de bench. En dat als zij dan weg zijn, dat hij daar zich dan mee kan vermaken. Dat hij mentale en fysieke stimulatie krijgt terwijl hij alleen is. Dus echt als wij aan het werk zijn of wat dan ook, dat hij dan 1 heeft. Daarom heb ik er 2. Nee, dat zijn trouwens best een goed duur. Kom, ik ben er helemaal blij mee. Het ziet echt als een stevig merk, maar ik geloof dat deze €11 zijn of zo. Echt super duur. Verder heb ik trainingssnoepjes. Bordjes. Ik heb gewoon iedere keer als ik bij de Action of bij de Groenrijk of bij de winkel botten, omdat ze die naam niet zit, heb ik dat gewoon even meegenomen. Dan heb ik nog een boerenbondpot. Dat klinkt heel random. Wij hebben thuis heel veel servies van boerenbond. Dus dat is leuk op het aanrecht voor zijn snackjes. Bij het kopen van de voerbak kregen we nog een proefverpakking van puppyvoeding. En we kregen en ik heb nog bordjes gekocht. En nog meer bordjes gekocht. Dus die bewaar ik nu even hierin.
Again, iedere keer als ik een aanbieding zag, liep ergens langs en ik dacht, hé, dat is een leuk prijsje, dan nam ik het even mee. Want ik heb het idee dat we er best wel snel doorheen gaan. Gezien het feit dat het een grote hond is en die er best wel veel mee wil. Verder heb ik een apart doosje bij de Action gehaald, waarin zijn verzorgingsspulletjes zitten. Dus er zitten handdoeken in, hondenshampoo. Deze is van de Lidl, volgens mij. Nou, even, hij ruikt heel erg lekker. Rottweilers hoeven niet echt te wassen tenzij ze echt heel vies zijn. Dus ik dacht, voor de ene keer dat dat gebeurt. Borstels, deze komen volgens mij ook van de Lidl vandaan. Deze hiermee kan je gewoon haren ergens vanaf halen. En deze is specifiek voor zijn vacht. En nog wat kleine zwarte handdoekjes die hierin zitten. Als het bijvoorbeeld buiten regent of hij heeft modderpootjes of ABC. Of nee, hij heeft een ongelukje gehad. Er ligt ook zo'n grote zwarte handdoek over zijn bench heen. Zodat het een beetje donker is, leek me fijn. En dat bewaar ik allemaal gewoon lekker in één doosje. Dat ik zeker weet dat we niet per ongeluk het verkeerde onze hond gaan dragen. Dan komen we bij natuurlijk het leukste, waar we de kinderen ontzettend veel lol mee gehad hebben. Namelijk met de speeltjes uitzoeken. En nog niet wisten welke hond of wanneer we een hond zouden krijgen. Zagen we wel deze. En het grappige is, deze heeft mijn vriend voor zijn verjaardag gehad. En dan zei voordat we de hond hebben. Deze kan je zo gewoon weggooien en dan kan hij erachteraan. Of het een puppy hier echt gebruik van gemaakt, dat weet ik niet. Maar je kan er wel mee oefenen. Deze is ook van het merk Kong, waar die rode Kongs ook van zijn. Hier zit een soort van trektouwachtig iets in. Nou, volgens mij piept hij ook een beetje. Ja, hij piept ook. Dus dit gaat echt een soort van beloningsspeeltje worden. Want het piept en dat willen we niet, dat het zomaar overal ligt. Maar deze is dus heel sterk, heel stevig. Kong komt echt ontzettend goed uit de test voor honden die heel sterk kunnen zijn. Dus hopelijk houdt dit beertje het lang vol. Verder hebben we bij de Wish een tandenborsteltje gekocht. Dit is echt wel een mini tandenborsteltje. Maar dit schijnt dus heel goed te zijn voor hun tandjes. Of het werkt, weet ik niet. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. Again, was voor verzendkosten alleen of anders een euro of zo. We hebben wat trektouwtjes. We hebben er eentje die wat meer elastisch is. En echt het ouderwetse witte gebleken touw. We hebben van de Lidl, volgens mij, is deze ook zo'n tandenschoonmaakdingetje. We hebben wat tennisballetjes. Die, nou ja, again, ik vraag me af hoe lang ze die vol gaan houden. Maar goed, het was van de Action, dus het zal niet meer dan 2 euro zijn geweest. En deze is ook van de Action. Ook een soort van bijtspeeltje. Dus ja. Ik verwacht zomaar dat we daar nog een hele collectie bij gaan krijgen. En dat we nu iedere keer als we ergens langs lopen, dat er meer hondenspeeltjes bij komt. Dat was alles wat we voor onze puppy gekocht hebben. Van de fokken krijgen we natuurlijk dierenvoeding mee. En we hebben ook al die dierenvoeding in huis, dus dat moet helemaal goed komen. Als ik iets vergeten ben, laat dat even in de comments achter, want dan kan ik daar nog achteraan. Like deze video als je meer video's met onze hond wil gaan zien. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende. Doeg!